Hallo bunkerliefhebbers, vandaag sta ik in een prachtig complex met overal ST-bunkers. Het gaat mij een beetje om degene die open liggen. Die film ik, de rest maak ik alleen foto's van. En deze 134 is hier wel open. Dit blijven gigantische dingen met daken van 2 meter. Super imposant. We gaan even binnenkijken. Dit is het bouwnummer. 9305, denk ik. De 134 heeft 2 kamers. En deze heeft prachtige deuren. Vrij mooi staat nog. Wel in de Koude Oorlog hergebruikt. Dit is de eerste kamer. Het putje is dichtgemaakt. Waarschijnlijk in de Koude Oorlog. Het is een munitiebunker type 134. Kijk dan, die bovenste. Er zit gewoon nog beweging in. Wat vet. Hoppa, wat kikker zeg. Wauw. Vet. Volgende kamer. De tweede kamer. Hoppa. Munitiebunker type 134. Ook hier het putje dichtgemaakt in de Koude Oorlog. Nissi. Echt gaaf dit. Het zijn zulke kolossale dingen. Dat is echt kicken. Nou, dat was mijn filmpje over de 134. Ik ga hem even op de foto zetten. En dan gaan we door naar de volgende bunker. Bedankt voor het kijken.